Ik ben hier in Midwolda bij de Natuurplas. En er is een soort, een soort denbossie, zo, sparrenbossie. Met een ander boompje erin. En ik loop hier een beetje te strunnen. En dan valt me op dat hier verzomme plek ben. Ik heb hier eigenlijk een verzomeloor, een joger en nog een verzomeloor. Van. Kijk, daar onder dit boompje door liggen propjes van zware els. Nou, dat is waarschijnlijk een bosmoes hier geweest. Er zitten hier ook allemaal goten van die moezen. Kijk, en dat is een verzomelplek. Nou, dan gaan we naar de volgende, dat is een joger. Die wacht naar, en er zijn karrelden, en er zijn veldhoelden, en er zijn steunhoelden, en er zijn nog een paar hoelden. Maar hier zit de ranzoelen, die heeft een roestplek. Die zit in deze boom. Die kan nooit zo worden zitten, maar een keer zijn hier zo. Oh, er liggen ook veren. Kijk, dit is de veren van de ranzoelen. En er liggen broekbalden. Hier, dit is een koker van de moezen. Dus die beesten jongen ook op moezen, hè. En waarom vlug een oele zo stil? Dat, ik moet even de bril erbij opzetten, anders kan ik het niet zijn. Ik kan aan de boetkernen van die veren zijn, dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Dat is veel fijner dan bij andere vogels. En door hem vliegen ze geruisloos. Dus hebben we een verzomeloor en een joger. En dan hebben we nog een verzomeloor. De grote bonte specht. Hè? De specht, die kennen we allemaal wel, de grote bonte specht. Je hebt hem wel eens achter toe zitten. Die verzomelde dennenappels. Die gaat de boom in de boom, klem, en die al die soortjes er tussenuit. En als ze leeg bent, laat de bal zo donderen en dit is een afvalpudder, zeg maar. Hij roemt de bal nooit meer op. Maar er zit gewoon een hele bal klem. Dus zo'n bosmoesie, zo'n ranzoele en zo'n grote holtpikker, grote bonte specht, die zit niet vlak bij mijn koor en die probeert te overwinteren.